Dikke dampen met aardbeien, vanille of perziklucht. Mag niet meer, maar gebeurt nog wel. Ja, iedereen. Heel veel. Bijna de hele klas doet het eigenlijk. Als je op de verpakking kijkt, dan denk je waarschijnlijk dat je nicotine, wat oplosmiddelen en een smaakje dampt. Maar dat kan zomaar een medicijn tegen malaria zijn, of je wordt er onverwachts high van. Dus ja, wat doet dat in een vape? Wij zochten voor je uit wat je nu echt inademt. Vapen zou een opstapje zijn aan sigaretten en het smaakjesverbod van begin dit jaar moet er dan ook voor zorgen dat jongeren niet verslaafd raken aan nicotine. En dus moest de hele handel eruit. Voor mijn winkel is dat verschrikkelijk eigenlijk, want ik haal er meer dan 50% van mijn omzet uit en uiteindelijk is daar waar ik mijn boterham aan verdien. En dus vapen jongeren minder en minder, toch? Kiwi passion fruit guava. Abai. Lemon peach passion fruit. Ja, je hoeft maar één nummer te contacten en dan staan er 10 voor je klaar. Ja, gewoon via Snap. Gewoon sommige mensen die kopen gewoon vanuit buitenland. Dat kan je zelf ook gewoon doen. En dan krijg je zeg maar een hele bak vol met vapes. En dan ja, hypervapes met smaakje. Niet dus. Jongeren vapen er ook na het verbod nog steeds flink op los. Dat verbod dat gaat om vapes met een smaakje. Vapes met een tabaksmaak, die mogen wel nog verkocht worden. Maar het zal je vast ook opgevallen zijn, die lekkere smaakjes, je ruikt ze nog steeds. Ook in Brabant. Eind vorig jaar bevroegen jullie over drank, drugs en roken. En we namen contact op met tientallen vapers uit dat onderzoek. Ze vertelden ons dat ze bijna allemaal nog steeds vapen. Die smaakjes die krijg je gewoon makkelijk op de zwarte markt. Zo'n handelaar die wilden wij wel spreken en dus contacteerden we er een paar. We werden natuurlijk heel hartelijk ontvangen. Maar gelukkig vonden we een Brabander die wel wilde praten. Ik heb genoeg klanten om een brood mee te verdienen. Hoeveel ik precies verdien, hou ik liever voor mezelf. Maar het smaakverbod heeft er zeker voor gezorgd dat mijn agenda nog voller is. Via al mijn social media kanalen, zoals Telegram en Instagram. Maar tegenwoordig hoef ik niet meer te zoeken naar klanten. Zij zoeken mij op, nu het niet meer mogelijk is een vape met smaak in de winkel te kopen. Een luxe positie. Leveranciers uit Azië. Lekker goedkoop en een hoge winstmarge. De merken verschillen. De ene week verkoop ik Kees vapes en de andere week Karel vapes. Het is volledig afhankelijk van de winst die ik erop kan maken. Of het nou gaat om de tabaksmaak van de winkel of deze Caribbean Crush van de zwarte markt. Als je kijkt op de verpakkingen van vapes staan er grofweg 5 ingrediënten in. Maar ik ben benieuwd of dat het enige is wat erin zit. En dus bestelden wij een heleboel vapes. Een aantal legaal, maar ook een hele hoop van de zwarte markt. En die gaan we laten onderzoeken hier bij Avans Hogeschool in Breda. Hey Jos. Hey, dag Ilse. Welkom. Hi, dankjewel. Dit is Jos, een lector bij Avans. Hij heeft de dampen voor ons onderzocht en geanalyseerd. Met de machine heeft hij precies nagedaan wat er gebeurt als je een hijs van een vape neemt. En hij vond wat meer stofjes dan ik had verwacht. We hebben er zeg maar 150 gevonden waarvan we konden zeggen van ja, dat is dit. En we vonden er nog honderden waarvan we eigenlijk niet direct konden zeggen wat het is. Maar, hè, dat we wel zeggen, ja, dit is een stof, we weten wat die weegt, we weten hoe die uit elkaar valt. Maar we kunnen hem niet matchen met een van onze databases. Dat is toch niet filmen? Je ziet hier Peter. Hij is toxicoloog en weet alles af van wat schadelijke stoffen met je lichaam doen. Ik ben ervan geschrokken wat voor stofjes nog allemaal tegenkomt. Na het vapen, ja, er zijn er kennelijk honderden. En dan nog stoffen die toch ontleden. Want dat vind ik nog griezelig. We vonden in een paar vapes vonden we cafeïne. Nou ja, dat kennen we allemaal uit de koffie. Eén daarvan stond er ook dat er cafeïne in zou zitten. De andere stond het niet. Mensen drinken geen koffie voordat ze gaan slapen, omdat ze die cafeïne niet willen hebben. Je zou je kunnen voorstellen dat je dat dan op je vape eigenlijk ook wel had willen staan. Nou, andere stoffen die we vonden was bijvoorbeeld quinine. Nou, quinine dat is ook een geneesmiddel. Tegen malaria werd dat veel gebruikt. Maar we vonden bijvoorbeeld ook racerpine. En dat was wel iets waar we ons wenkbrauw bij optrokken, want dat is ook een geneesmiddel. Waarvan ja, je denkt, ja, het is in ieder geval niet toegestaan als smaakstof. Dus ja, wat doet dat in een vape? Reserpine werd vroeger gebruikt voor bloeddrukverlaging bij hoge bloeddruk. Maar dat, in Nederland is het niet meer in gebruik als geneesmiddel. Maar het kan wel een soort Parkinson-achtige bijwerkingen gaan geven. En je hebt er maar heel lage doses van nodig. Dat realiseer ik me nu, dat alle bagger die ze in die ampul stoppen, ook in je longen terechtkomt. En daar zit dus eigenlijk geen beperking in door de vluchtigheid, omdat het gewoon de nevel is die je inademt en niet een echte damp in de klassieke zin van het woord.
hold on Peter. Hier moet nog even een scheikundig lesje bij komen. Je ademt dus geen damp in, maar nevel. Vergelijk het met wanneer het mistig is buiten. Dat zijn microscopische waterdeeltjes die in de lucht hangen. Dit zijn geen waterdeeltjes, maar microdruppeltjes van schadelijke vloeistof. Ze verdampen niet en belanden dus rechtstreeks in je longen. Cafeïne, rare geneesmiddelen en nog honderden andere stofjes dus. Maar Jos vond nog iets anders. We hadden, zeg maar, alle vapes bevatten nicotine. Het zijn allemaal nicotinevapes op twee na. Dat waren CBD-olie, dus cannabisolie-vapes. Daar zit niet een werkzame stof in zoals die in wiet zit. Maar wat heel verbazingwekkend was, dat we die werkzame stof wel aantroffen in de damp. Dus bij het verhitten van die CBD-olie ontstaat THC, de werkzame stof uit wiet. Alsof het gewoon een cannabis-sigaret is, een sticky. Dat is denk ik verrassend voor de gebruikers. Maar ik denk dat de politie en de wetgevers dat ook wel interessant vinden. Je kan dus THC binnenkrijgen terwijl dat niet op de verpakking staat. En daar zit je waarschijnlijk niet op te wachten als je net de auto instapt. Hoe dat precies zit, daar is nog extra onderzoek voor nodig. Maar gebruik je wel eens zo'n vape, dan is het zeker geen slecht idee om op te passen. Kleine recap. Bij deze wegwerpvapes weet je bijna nooit wat je binnen gaat krijgen. Pas er ook op wanneer je het doet. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan of het autorijden. Het kan namelijk negatieve gevolgen hebben waarvan je ze niet verwacht. Grote kans in ieder geval dat er iets in je longen belandt dat je daar liever niet hebt. Vapen is dus varen door de mist. Dat was het voor het smaakjesverbod en dat is het nu nog steeds. Best wel leuk.